Armoede heeft vele wortels, maar er is één factor die er torenhoog bovenuit steekt. En dat is de gebrekkige opleiding. De meeste mensen in de armoede hebben een moeilijk onderwijsverhaal. En het begint heel vaak met het schoolmateriaal. Een gebrek aan boeken, kopies, wat ook heel veel schaamte met zich meebrengt. En het gevolg daarvan is dat ouders en kinderen vermijden van het met elkaar over onderwijs te hebben. Ouders vragen er minder naar, want anders komt misschien dat onderwerp van de kosten naar boven. En kinderen sparen hun ouders, vermijden te zeggen dat er nog betaald zou moeten worden voor kopies of voor boeken. Kinderen krijgen liever op hun eigen dak dan dat ouders er zich ook nog slecht bij zouden moeten voelen. En iedereen kan zich inbeelden tot welke vicieuze cirkel dat leidt. Een tekort aan boeken en materiaal, dat wordt opgemerkt in de klas. Je krijgt de opmerking van leerkracht of van andere leerlingen. Je verwerft een negatief beeld over onderwijs. En dat kan je nog allemaal doen met jonge kinderen die slikken. Maar de rekening wordt betaald als zij tieners zijn. De tiener kijkt naar recht en onrecht en presenteert de rekening. Heeft geen zin meer in dat onderwijs. Gedraagt zich misschien moeilijker naar leerkrachten toe. En er is een groter risico op uitval. Met andere woorden, aan het eind van de rit betalen wij er allemaal voor. Het heeft invloed, het heeft gevolgen voor iedereen. Dus zorgen dat ieder kind over alle schoolmateriaal kan beschikken, is strijden voor de kwaliteit van onderwijs. Is het versterken van de relatie tussen leerkracht en leerling. Want dan zit de stress er niet tussen van het materiaal. En het is ook strijden tegen ongelijkheid. Wij horen niet opgedeeld te worden in kansrijke en kansarme. In de voorbije maanden werd duidelijk dat duizenden leerlingen geen toegang hadden tot een laptop. En ons beleid heeft zich daar voorbeeldig voor ingezet. En dan denk je natuurlijk, waarom kan dat niet op een logische manier doorgetrokken worden naar al het schoolmateriaal? Doe het nu. Lees de brochure. Iedereen, alle schoolmateriaal. Doe mee met de boekencheck. Kom op voor betaalbaar onderwijs. Het is een recht voor ieder kind. En dat is in het belang van iedereen.